Na de mixbusconfiguratie gaan we de monitorbusconfiguratie maken. De XM heeft 16 stereo mixbussen, maar ook nog eens 4 stereo monitorbussen. Voor elke DSP-kaart die een extra in het rek wordt geplaatst, komen er 4 monitorbussen bij. Deze demo mengtafel die we hier configureren heeft 1 DSP-kaart in het rek zitten. De DSP-kaart zit hier in het rek. En omdat er 1 DSP-kaart in het rek zit, hebben we 4 stereo monitorbussen. In ons geval gebruiken we er echter maar 2. In de kolom Label geven we deze bussen een naam. De eerste monitorbus hebben we genoemd CRM-bus en de tweede bus hebben we de studiobus genoemd. De CRM-bus gaan we straks gebruiken om onze control room speakers aan te hangen en de koptelefoon van de techneut te laten beluisteren. De studiobus gaan we gebruiken om de speakers in de studioruimte en de hoofdtelefoon van de announcer en de gasten aan te sturen. Ook hier hebben we op deze monitorbussen specifieke instellingen die we instellen in de Interlock-kolom. De Interlock staat op Yes. Dit houdt in dat wanneer een signaal naar de bus geschakeld wordt, alle voorgaande signalen van de bus worden afgehaald. Een standaardstelling is dat je of Program, of Recording, of Sub, of Dump wil horen en niet deze signalen door elkaar heen. Voor de externe signalen in de monitorbus hebben we een aparte instelling. Dat komt verderop in deze presentatie. Hier geven we aan bij de kolom Default Selection waar de bus normaal gesproken naar luistert. Welk signaal naar de monitorbus geschakeld wordt op het moment dat er geen selectie is gemaakt of bij het opstarten van de mengtafel. In dit geval luistert u de Control Room bus. Na het opstarten of wanneer er niks aangeschakeld is. Naar de On-Air bus en de Studiobus luistert naar de Program bus. De kolom Automatic Switching hebben we nodig om de monitorbus om te laten schakelen op het moment dat er een signaal actief wordt op een van de mixbussen. In dit geval schakelt de monitorbus automatisch om naar de dumpbus op het moment dat de dumpbus in een module actief wordt. Dit is vanzelfsprekend voor de PFL-bus, dus met andere woorden, als we een willekeurig PFL-signaal op de tafel activeren op een module, dan wordt de controller monitorbus, de monitorbus dus, automatisch omgeschakeld naar de PFL-bus. En dan kunnen we dus luisteren naar het PFL-signaal op onze monitorbus. In deze configuratie hebben we de PFL alleen geactiveerd op de control room monitorbus en niet op de studiobus. Dus, met andere woorden, de techneut die naar de control room monitorbus luistert, gaat het PFL-signaal beluisteren. Echter, de gasten in de studio, de studiospeakers en de announcer zullen altijd een eigen signaal blijven horen en worden niet gestoord door het eventuele PFL-signaal. Op het moment dat de bus automatisch omschakelt, wordt het huidige signaal dat op de bus staat gedimd. De dimlevel kunnen we hier instellen. Kopje dimlevel. Standaard staat die op min 20 dB ingesteld. We kunnen er ook voor kiezen het signaal veel lager te laten dimmen. In dit geval wordt het huidige signaal 20 dB gedimd en komt het PFN-signaal bijvoorbeeld of het dump-signaal eroverheen. We kunnen ook kiezen voor een lagere dimming, bijvoorbeeld min 6 dB. Standaard wordt de tafel uitgeleverd op min 20 dB. In de kolom Console kunnen we aangeven bij welke mengtafel, we hadden 4 mixers geconfigureerd, we de controller monitorbus willen gaan gebruiken. In deze demo zit monitorbus 1 op console 1 als CRM-bus. Monitorbus 2 zit ook op console 1 en is als studiobus gelabeld. Monitorbus 3 zit op console 2 en monitorbus 4 zit op console 4. Als er meer DSP-kaarten plaatsen, kunnen we meer monitorbussen toekennen aan verschillende tafels met een maximum van 17 bussen. Op de configuratiepagina Monitorbus Configuratie kunnen we instellen waar de monitorbus naar luistert en hoe hij reageert.